iedereen met een junior profiel extra goed opletten, want de Nuvo X1 est arrivé. Is die een BMW de moeite waard om nu al bij je basis te gaan onderhandelen? Wel, dat gaan we vragen aan Kevin. Derde generatie X1. Ja, klopt, hè? Klopt. Ik zie er de gelijkenissen in met de vorige, maar hij is tegelijkertijd toch helemaal anders. Hè? Want we kijken nu toch naar de lichtjes op de XM geïnspireerde kont. Klopt inderdaad. Als je hem ziet staan, hij is onmiddellijk herkenbaar als X1. Ja. Maar het is allemaal een beetje strakker. De vorige X1 was een beetje wulpser gelijnd, ja, zullen we zeggen. En hier is het een beetje strakker. Naar analogie van andere recente BMW facelifts of nieuwe modellen. Ja. Maar ze zijn wel niet volledig losgegaan, hè? Nee, ja. Nee, inderdaad. Dat zien we vooral vooraan bijvoorbeeld. Hier aan het... We bedoelen hier, hè? Neem ik aan. Ja, inderdaad. De X1 is eigenlijk op de ene reeks na het best verkochte model van BMW. Dus je merkt wel dat ze iets minder risico's daarmee nemen in vergelijking met bijvoorbeeld de XM of de iX of zo, of facelifts van de 7-reeks. Ja. Je ziet bijvoorbeeld de koplampen, die staan hier gewoon op de plek waar je ze verwacht. En ze zijn gewoon, gewone koplampen. Inderdaad. In vergelijking met de vorige generatie zijn de dagrijlichten wel omgedraaid. Ja. Ze staan nu eigenlijk ondersteboven. En verder de typische BMW-grill. Ja. Met de gewone nieren, niet de... Niet buiten, niet disproportioneel. Ja, ja. Dus voilà. En we hebben gaten. Ja, dus de air curtains die tegenwoordig bijzonder in zijn. Andere recente BMW facelifts hebben ze ook. Maar je ziet ze ook bij andere merken, bij verschillende modellen verschijnen. Dus zeer trend. Ik ben vooral blij voor deze toevoeging. Dat is... De iX was denk ik de eerste, of de 4X denk ik, was de eerste die daarmee kwam. Die ingewerkte handgreep, ik vind die eigenlijk supercool. De 2-reeks Active Tourer bijvoorbeeld, die heeft ze ook. Die staat op hetzelfde platform. Dus het is natuurlijk beter voor de stroomlijn. Ja, voor precies een maar. Ja, het is een beetje wennen natuurlijk. Hè. Als je trouwe BMW-rijder bent, vroeger wandelde je naar de auto en dan pak je zo de deurklinken vast. Nu moet je eigenlijk je pols omdraaien en zo de deur openen. Oei. Maar het is niet het einde van de wereld. Ik zei, de BMW-rijder zal zich wel kunnen aanpassen, zeker? ik vermoed het inderdaad. En het past wel in het strakkere lijnenspel. Dus, over dat strakke lijnenspel gesproken. Zijn die nu, die zijn toch wel een pak groter geworden, die wielkasten? Of is dat nu ook gewoon optisch bedrog? Ze zijn vooral iets minder rond geworden. Okay. Ze zijn van boven een beetje rechter ook. Maar het is inderdaad wel zo dat je flinke wielen nodig hebt om de wielkast te... Wel ja, het is daarom dat ik het vraag, want ik heb daarnet gekeken, dit zijn 19 duimers. Ja, en ja. Als je dat zo ziet, dan ziet het toch eigenlijk maar klein uit, hè, in die kasten. Ja, en dan moet je weten, de basisversies die staan op 17 duimers standaard. Nog kleiner dus. Ja. Ah. Klopt. En nog iets. Ja. Want, als ik mij niet vergis, vergis mij uiteraard niet, want hij staat hier. Ja. De derde generatie, die kan je ook van meet af aan krijgen elektrisch, hè? Volledig elektrisch, dat is dan de iX1. Ja. En we herkennen dat... dat was voor mij de weggever, het gesloten... Ja. Maar zijn er nog dingen waar je het kan aan zien? Ja, uiteraard. Je hebt hier het i-logootje. Ja. En verder het BMW-logo op de motorkap krijgt een blauw randje. Dat is wel heel subtiel, hè? Dat is heel subtiel, maar het kan ook minder subtiel als je echt wil outen als EV-rijder. Want je kunt de iX ook bestellen met nog veel meer blauwe accenten. De zijschorten bijvoorbeeld, de onderkant van de voorbumper en zo. Maar als je liever een beetje discreter rondrijdt met een iX1, dan kan je dat allemaal weglaten. En trouwens, het feit dat de gesloten grill hier zo glanzend zwart is, dat is ook niet verplicht, want deze auto is een M Sportline. Daardoor, daar hoort al die hoogglans toestanden bij. Ja. Dus voilà. Okay. De motorkap laten we zo even dicht, want ik heb nog één vraag voor jou. Ja.
Is dit nog altijd hetzelfde onderstel als van de vorige X1? Ja en nee. Deze generatie staat op het FAR-onderstel en dat staat voor Rijden. Front Antriebs Architectuur. Oké, okay. Voorwielaandrijving dus. Ja, inderdaad. Dat onderstel is eigenlijk een evolutie van het vroegere UKL-platform. Ja. Dus, maar dat UKL-platform kon je ook krijgen in vierwielaandrijving, hè? Ja, maar dat was ook al in de basis eigenlijk een voorwieltrekker. Ja. Dat geldt nog altijd, zelfs voor deze 35, die dus twee motoren heeft, voor en achter. Dus die is eigenlijk een vierwieltrekker, maar in de praktijk is het eigenlijk vooral de voorste motor die aan het werk wordt gezet. De achterste motor springt alleen bij als er een probleem is met de tractie of als het ESP beslist van oei, ik moet hier ingrijpen. Ook als je dus vol gas geeft? Ja. Enkel vooraan dan? Ja, in functie van de tractie natuurlijk. Ja. Oh, oké. Okay. Dus het zijn twee identieke motoren, voor en achter in dit geval. Het enige verschil is eigenlijk dat het koelcircuit van de voorste motor versterkt is ten opzichte van de achterste motor. Omdat die het meeste werk maakt, inderdaad. Ja. Okay. Dus, we zullen misschien eens naar kijken, hè? Ja, ik zal even de motorkap open doen. Gooi dat hier maar eens open. Chuck. En Frank? Nee, dat moet ik teleurstellen. Losse plaat. Ja, maar de motor. Hè. Daar zit dus inderdaad de motor, ja. We weten ondertussen al twee motoren. Hoe sterk zijn die? 313 pk, als je dus... De 30, de X-Drive 30 neemt. Ja, inderdaad. Want ik vermoed dat er nog... Er komen later nog instapversies, zullen ze dat noemen. Naar beneden dus? Vermoedelijk wel, ja. En gaan die dan hun batterij... Want hoeveel batterij heeft deze? 65 kilowattuur. Ja, en gaan die dan die batterij delen? Ja, waarschijnlijk. Dat weten we officieel nog niet, maar waarschijnlijk denk wel. Ik denk het wel. Nu, 65 kilowattuur, dat is ook niet overdreven, hè? Nee. Dus in die instapversies, als dan dezelfde batterij behouden blijft, heb je wel het voordeel dat je dan een groter rijbereik zult hebben, natuurlijk. Mag ik er dan ook van op aan dat ook naar laden toe de cijfers lager liggen? Snel laden bijvoorbeeld, hoe snel gaat dat hier? 130 kilowatt. Oké. Dat is vergelijkbaar met de middenklasse, zeg maar. Dus aan een snellader kun je in principe van 10% tot 80% gaan op een half uurtje. Oké. Okay, ja. In ideale omstandigheden. Uiteraard. Nu ik ga er wel vanuit dat een iX, zeker als X-Drive 30, dat meer voorbehouden zal blijven voor de senior profielen. Als de junior, die moet dan een instap X1 nemen. Dat is allemaal onderhandelbaar. Dat is uiteraard waarschijnlijk onderhandelbaar. Maar gesteld dat de junior of de senior toch zegt van ik wil liever iets anders, geen elektrisch, dat kan nog altijd. Of voor de particulier. Of voor de particulier. Dat zouden ze bijna vergeten. Ja, inderdaad. Dit is nog altijd een vrij uitgebreid gamma eigenlijk. Dus er zijn zowel nog benzinemotoren met of zonder 48 volt systeem, dus multibride. Oké. Klassieke diesels. En dan heb je nog twee plug-in hybride modellen, de 25e en de 30e. Het gamma loopt een beetje samen met dat van de twee reeks Active Tourer bijvoorbeeld. Manuele bakken nog of alles automaat? Nee. Allemaal automaat. Maar ja, ik stel voor... Ja. Voorwielaandrijving of vierwielaandrijving voor de andere versies ook. Er zijn heel veel mogelijkheden en ik stel voor jullie thuis voor, we gaan gewoon een mooi overzichtje geven. Check dat even en als jullie meer info zouden willen op autorits.be staat alles en dan klik je daar maar even door. Hè. Ja, voilà. Ja. Hij is alles in stil. Ja. Wat voor een elektrische auto al goed is, zou ik zo zeggen. Ja, inderdaad. Hoe zit het nu eigenlijk qua rijden? Ik vind hem persoonlijk nogal hard gedempt. Ja, dat is wel zo. Ze hebben uiteraard wel hier en daar wat aanpassingen moeten doen tegenover een gewone X1 om het gewicht te compenseren. Ja. De auto is een beetje stijver gemaakt. Het heeft onder andere een veerpootbrug van voor die de gewone X1-versies niet hebben. Ja. Die batterijen, het is ten opzichte van een basis benzine X1, is het een meergewicht van 500 kilo. Dat is wel niet weinig. Als je dan de koetswerkbewegingen een beetje onder controle wilt houden, dan is het
het een logisch gevolg dat het allemaal een beetje harder is. Maar mag ik dan ook uit afleiden dat een gewone XM met benzine dan wel iets comfortabeler rijdt? Dan zal er natuurlijk nog van afhangen welke velgen dat je eronder monteert. Inderdaad. Onze testauto is dat op 19 duim, maar je kunt tot 20 duim gaan. Ja. Maar wat ik wel kan zeggen is dat de iXM, dus de elektrische versie, rijdt eigenlijk iets dynamischer dan de gewone. Ah ja, oké. En allee, toch deze versie, dus nu de iXDrive 30. En die heeft twee motoren, dus die heeft een motor van voor en een motor van achter. Ja. En de batterij zit in het midden. Oké, vandaar. Dus dat maakt eigenlijk dat het gewicht heel goed verdeeld is. Ja. Er zouden later ook versies komen met tweewielaandrijving en dus maar één motor. Ja. Dus daar zal het dan iets meer dus misschien nog iets anders bij zijn, maar dat is dus af te wachten. En ja, twee motoren, daar ga ik er wel van uit dat die ook wel iets meer zal verbruiken. Alleszins, maar de prestaties zijn er dan ook wel naar. We net gezegd dat 313 pk. Nu, die 313 pk heb je wel alleen als je met deze flipper hier de boostmodus gebruikt. Ah, oké. Als je normaal rijdt zonder die speciale modus, dan is maar 272 pk, natuurlijk ook al meer dan genoeg is. En wat doet de 0 naar 100 in dat geval? 5,6 seconden. Dus dat is meer dan voldoende, denk ik, voor een gezins-SUV. Maar ja, dan natuurlijk. Als je dat regelmatig een keer probeert, die 5,6 seconden, dan... Ja, dat zal wel een beetje invloed hebben op het verbruik. Ja, ja, en daar wou ik eigenlijk toe komen, want wat is het verbruik? Allee, wat is het verbruik, wat is het rijbereik? Wel, BMW geeft een rijbereik op van 418 tot 440 kilometer. Ja. En een verbruik van iets van 17, 18 kilowattuur per 100 kilometer. In de praktijk zitten we nu rond de 24 kilowattuur per 100 kilometer. Maar het is wel... een beetje frisser deze week, dus dat heeft altijd wel invloed daarop. Ja. Denk in principe bij normalere temperaturen zal je rond de... moet het mogelijk zijn om rond de 20 te zitten. Ja, en dan ook rond de 400 kilometer rijbereik plus. Richting de 400, Dus zullen we eerder aan 300 zitten. Ja. Maar dat is met elke elektrische auto het geval natuurlijk. Dus. Dan het interieur. Ja, dat is... dat is X1 interieur toch, hè? Inderdaad. Het enige verschil, dat is dat de vloer een beetje hoger is. Dus je zit een beetje hoger, omdat de batterijen in de vloer zitten natuurlijk. Ja. Maar dat heeft niet zo heel veel invloed op de zithouding. Ja, je zit nog altijd... Ja. Zoals in een BMW. Ik ging net zeggen, stijg zit eigenlijk wel zeer goed. Ja, ja. En voor de rest zijn er nog opmerkelijke verschillen tussen een iX en de gewone X1 dan? Wel, wat de rijmodi betreft, is er... wacht, moet ik even kijken. We hebben hier een expressieve rijmodus. En als je die gebruikt, dan... Hola, lawaai. Ja, dan heb je dus die geluidjes bij BMW die gecomponeerd zijn door Hans Zimmer. Oké. En dat... Wauw, een bioscoopervaring! Ja, voilà. Allee, wauw. Toen hij net optrok, vond ik het wel impressionant, maar zo nu, zo gewoon stil, is het precies zo... Ja, een beetje een klaagzang. En het is ook een beetje... Het is leuk natuurlijk, maar... Ja, het is leuk, maar... Wat is de toegevoegde waarde? Ja, het is niet echt een reden om een auto te kopen, zou ik zeggen. Maar bon, kom. Ja. Typisch BMW alweer van achter. Ik bedoel, het is nogal een vrij vlakke achterbank. Ja. Maar ja, en dan de traditionele angstende bekertjes, dat is ook... ik moet wel zeggen, hier zit ik oké. Mm-hmm. Maar bon, ja, we hebben nu de zetel achteruit geschoven om het film eens makkelijk te maken. Maar ik ga ervan uit, stel dat er een hele lange persoon daar zit, dan raak ik er eigenlijk amper nog tussen. Hè. Ja, klopt. En dat is wel een minpuntje aan de iX1 ook. De X1 heeft standaard een verschuivbare achterbank, dus dan kan je dat een beetje regelen. Ja, deze niet, inderdaad. Maar
omwille van de batterijen die in de vloer zitten, heeft de iX1 dan niet. Oké, over verschuifbare en aanpasbare achterbanken gesproken, ik zit ook wel iets te ver naar achter. Ja, maar dat kan wel aangepast worden. Dan heb ik wel goed nieuws. Zelfs op de iX1 kan de rugleuning wel worden geregeld. Dus dat is wel... Nog iets dat mij opgevallen is. Van voor vond ik hem zeer mooi afgewerkt daarnet. Ja. Want ja, van hier, dus iets meer afstand, die curved display is echt wel fenomenaal. Ja, dus hij heeft overgenomen van andere BMW-modellen ook. Dus ja. Ik wil zeggen, het ziet er heel chic uit van voor, maar hier... Precies, toch wel wat meer op de kleintjes gelet, hè? Ja. Ja, het is natuurlijk... Kijk. Het is de één, hè. Dus... voilà, inderdaad. Verschil moet er zijn, denk ik. Maar nu dat we toch over dat curved display hebben nog, maar misschien ook wel ergonomisch een beetje jammer is dat ook de airco-bediening, dat is ook allemaal via het scherm. Dus ja, wat geen... vroeger met die knoppen was. Er zijn geen fysieke knoppen. Ja, doorgaans is het toch wel makkelijker als die er nog wel zijn. Er zijn trouwens merken die er al van terugkomen om alles in het scherm te steken. Dus. En plus, ja, je hebt hier ook niet een iDrive-knop die je bij de grotere modellen van BMW hebt. Nee, dus. Nee. Die is stilletjes aan ook aan het verdwijnen, dat klopt. Maar, ik zal dan weer de verdediging van de iX, van X1 op mij nemen. Ik heb dat ook daarnet gemerkt, er is heel veel bergruimte onder die middentunnel. Ja. En hier vanachter ook, dat vakje hier en zo. Dus wel knap gedaan, grote bergvakken in de deuren. Ja, ja. Klopt, en in de middenconsole daar heb je zo... wat er twee heeft, dat handig dat klepje voor... waar dat je je smartphone kunt achterzetten. Ja. Dus nee, het is wel, de inrichting is wel praktisch. En nu dat we toch hebben over bergruimte, de echte de berghok, de koffer, hoe zit het daarmee? We zullen eens gaan kijken. Ja. Hè. Standaard, gemotoriseerd geweest? Zelfs op basisversies. Ah, dus, oké. Dat is wel een goed punt. En dat ziet er inderdaad niet slecht uit, hè? Nee, dat klopt. De koffer van de iX heeft hetzelfde volume als van de plug-in hybride versies. 490 liter. En als je de achterbank neerklapt, 1495. Bij de andere versies is het iets meer. Een beetje meer, omwille van de batterij die in de vloer zit natuurlijk. Wat je wel hebt, is hier een vak. Ja, voor de kabels. In dit geval waar je de laadkabels in kwijt kunt. Ja. Als je daar nog niet genoeg aan hebt. Ja. Ah. Met je knop? Ja. Zelfs de iX1 is verkrijgbaar met een trekhaak, inderdaad. En hoeveel kan je daar aanhangen? Tot 1,2 ton als het een geremde aanhanger is. Serieus? Dus, voor een elektrische auto is dat zeker niet slecht. Zeker van dit formaat. Ja. Ja. Het is nog lang niet het gewicht dat er aan een benzine- of diesel X1 kan, want dan is het 1,7 ton. Ja, goed. Maar 1,2 ton dus is toch al, kunt toch al iets doen, hè? Zeker niet slecht, ja. Nu, nog één dingetje over de koffer, omdat je daarstraks sprak van de kunststoffen achteraan in het interieur. Ja. Het is blijkbaar wel zo, hoe meer dat je naar achter gaat in de auto, hoe erger dat het wordt. Ja. Want dat dit is inderdaad wel redelijk voelt niet zo cheap. Premium. Maar ja, kom. Ook zoals dat je daarstraks zei, de X1 staat natuurlijk helemaal onderaan in de BMW-hiërarchie. Dus, oké, okay. We zullen het hem vergeven. Ja. Ik vond het zeer leuk dat je dat straks zei, en de particulier, want we komen eraan, hè. Hoeveel moet die particulier minstens betalen als hij met een X1 wil rijden? Maakt nog niet uit, gewoon een basis, hè, de goedkoopste. Ja, dus de minst dure versie is de 18i, dus de benzine, met 136 pk dan. Ja. En die kost ongeveer 38.000 euro, iets minder op dit moment. Oké, okay. Ik had het eigenlijk duurder verwacht. Allee, ja, het is pas top. Het stijgt natuurlijk wel gradueel. Wat is de duurste? Wel, ik bedoel, van de niet-elektrische is de plug-in hybride 30e de duurste en die kost dan 53.000 euro. Maar basisprijzen? Dat zijn inderdaad basisprijzen. En dan komen we bij deze versie van de iX1, dus nogmaals, de xDrive 30. Ja. Die heeft een basisprijskaartje van 57.500. Oh, dat valt eigenlijk nog mee. Dat valt al wel mee. Ja, maar we zitten natuurlijk bij BMW, dus de optielijst is behoorlijk lang. Het exemplaar dat we hier bij ons hebben, heeft voor bijna 20.000 euro opties. Oké. Okay. Dus, ja. Je moet weten, als je de iX bestelt zonder opties, dus voor
bijna 58.000 euro, dan heb je nog een volledig stoffen interieur. Ja. En het loopt, je maakt het zo duur als je zelf wil en kan. Ja, oké. Nu, wat die prijzen betreft, als we bij Audi gaan kijken bijvoorbeeld, voor dan de Q3 voor de verbrandingsversies, of de Q4 e-tron voor de elektrische versie, die prijzen zijn eigenlijk vrij vergelijkbaar. En als we bij Mercedes gaan kijken voor de GLA of de EQA, ja, die is telkens iets duurder nog. Okay. Dus het is wel duidelijk dat ze naar elkaar gekeken hebben. Inderdaad. Wat is u dan bevallen aan een auto, aan een X1, iX1? En wat is er minder goed bevallen? Ja, kort samengevat kunnen we eigenlijk stellen dat het de X1 is zoals dat we hem al kenden, maar dan op ongeveer alle vlakken nog een beetje verbeterd. Ja. Echt negatieve punten... Zijn er niet? Toch niks dat u zou tegenhouden om ervoor te kiezen, denk ik. Misschien dat het de design iets braver is dan sommige andere modellen. Maar dat is dan voor zij. Subjectief. Ja. Subjectief, inderdaad. Dat is voor zij die er echt. We kunnen het nog eens hebben over de prijs natuurlijk. Maar ja, dat is bij de concurrenten net hetzelfde. Ja, en het is natuurlijk allemaal relatief. In het geval van deze elektrische iX zal de prijs dan nog wel een beetje zakken voor de basisversies die eraan komen, natuurlijk. Het enige dat we zouden kunnen zeggen is, maar dat geldt dan voor alle BMW's en bij uitbreiding premium modellen, is dat de optielijst natuurlijk nogal lang is en dus de startprijs nog flink kan verhogen. Ja. Maar voor de rest, hij is ruim, praktisch, plezierig om mee te rijden. Technologie is er. Allee, kom. Positief dus gewoon. Ja. Kijk, het mag ook al eens een keer. Hè? Dat mag ook. Dat was hem weer voor deze video. Hartelijk bedankt voor het kijken. Hartelijk bedankt, Kevin, voor je deskundige uitleg. Mocht je niet weten wat te doen, hieronder staat nog een knopje met abonneer. Het zou ons heel veel plezier doen mocht je daar even willen op drukken. Zodoende mis je ook niets van onze toekomstig videowerk. Wil je ook alles er nog eens op nalezen? Dat kan uiteraard ook. Daarvoor verwijs ik je graag door naar autogids.be. Tot de volgende.